Welkom bij Dynamite Magic Shop product update 138. Oftewel, juni 2022. Na een paar korte updates zijn we weer terug met een lange update. Je weet dus niet wat je in de toekomst kan verwachten. Misschien een keer een korte update, misschien een keer een lange update. Misschien met Elmar, misschien met Leon, misschien ben ik het alleen. Geen idee. We kijken hoe dat loopt. Maar we hebben in ieder geval onze stoelen bommetje vol liggen met allerlei leuke en nieuwe spullen. En we gaan meteen waaronder dus een dobbelsteen. Ja, ik heb hier een aantal enveloppen geneerd. Het zijn er 6. En ik heb hier een dobbelsteen. Ik zie het. En ik wil je zo meteen vragen. Je mag zo meteen 5 keer dobbelen. En één van deze enveloppen heeft namelijk een hele mooie prijs zitten. Oké. Okay. Ja. Dus elke keer als je dobbelt, dat getal wat je gooit. De enveloppen zijn genummerd zoals jullie kunnen zien. Die enveloppen zijn voor jou. En de laatste die overblijft, die is voor mij. Duidelijk? Oké, okay, dus duidelijk. Ik heb 5 kansen eigenlijk om de prijs te winnen. Ja. Ja, ik heb 5 kansen, oké. Okay. Ik zou zeggen, René, je gaat je gang. Sorry. 5. Nou, kijk eens hier. Alsjeblieft, René. Try again. 6. Kijk eens hier, alsjeblieft, René. 4. Kijk eens aan, alsjeblieft. Ik hoop dat er nu iets in zit. Ja, er zit inderdaad iets in. Weer try again. Potverdorie. 5 hadden we gehad, hè? We hebben nog, wat hebben we nog? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, het is natuurlijk, we kunnen alles doppen natuurlijk, maar... 2. Kijk. Alsjeblieft. Tjoe. De 2. Try again. Jongen, niet te geloven hoor. 6, 1 en 3 nog. Oh, ik doe het even zo, maar het is echt serieus 1. Kan ik zo? Ik wil tegenwoordig niet van tafel rollen. Heeft niks met de truc te maken. 1. Mag ik pakken? Jazeker, zeker. Leg je aan de kant. Ik zal mijn 4 neerleggen. Weer try again. Ja, maar wat ik dus denk, nu, ik ga het even op, is dat ik helemaal geen kans maak. Dat gewoon overal try again in zit. Nou, we zien het. De laatste blijft over. Ik zou zeggen, probeer maar 3 te gooien, hè. Maar hoeft het niet. Jij hebt dat iets voor jou als het goed is. Ja, ja. Oké. Maar het toffe is, hè. Dus je gaat niet zeggen dat daar nu iets in zit wat ik... Kijk. Hierin heb ik een mooi briefje van 50 euro zitten. En het mooiste is, alles mag gecontroleerd worden. De enveloppen, de 50 euro, de dobbelsteen, ja. Hit de jackpot! Of dus niet in dit geval. Ja, voor dingen wel, die heeft 50 euro in de zak kunnen houden. Hit de jackpot! Super gemakkelijk. Ja. Compleet met mooi envelopje, ziet een beetje glitter ook, met duidelijke getallen erop. Er zitten try again kaarten bij, ook op een mooi papier gedrukt. Hoef je niet te gebruiken, je kan ook niks in stoppen, je kan er... als je voor een bedrijf ergens werkt, bijvoorbeeld de goedbonnen instoppen en één grote prijs. Ja. Of wat je wil, pas het aan naar eigen wensen. Je hoeft niet deze enveloppen te gebruiken, je kan andere enveloppen gebruiken. Je kan doosjes gebruiken, zakjes, wat je wil. De enveloppen kunnen ook klaarstaan van tevoren op een standaard of op tafel. Dus je hoeft ze niet zo vast te houden. Het is niet zo dat je stiekem iets onder de enveloppen meeneemt, wat dan ook. Het is zo clean als het maar is. Ja. En echt alles mag onderzocht worden. Ja, alles mag gecheckt worden inderdaad. Dus je krijgt de dobbelsteen, je krijgt de enveloppen, je krijgt de kaarten en de instructies voor een belachelijk bedrag van €12,50. Ja, dan zit die 50 euro niet bij je inbegrepen. Zonder 50 euro. Ja, echt voor die prijs, ik weet niet of je hier, is het meer dan oké. En je ziet zelf de mogelijkheden. Je kan er van alles mee doen. En je bent niet gebonden aan 6 enveloppen. Je kan natuurlijk ook minder pakken. Maar dan heb je kans dat je natuurlijk 6 gooit en dat er niks weg te halen valt. In theorie ben je niet gebonden aan precies 6. Maar het matcht natuurlijk met je dobbelsteen. Ja, tof. Iets anders wat ik ook wel heel leuk vind, we hebben natuurlijk toevallig nu een nieuwe mooie uitvoering van, is dit. Een mooi houten doosje met een dobbelsteen die beschilderd is met allerlei gekleurde stippen, zeg maar. Oranje, geel, rood, groen, zwart en blauw.
En een toeschouwer, nou, laat er net eentje langs mij zitten, die mag een kleur kiezen die hij zelf leuk vindt en met de kleur naar boven in de doosje zetten en het deksel er bovenop zetten. Ja. Mag je ja. Even doen. Ik kijk niet in de camera, we hebben geen monitors hier, ik wil echt niet weten wat er aan de hand is. Laat het de mensen ook even zien. Yes. Deksel zit erop. Die mensen die erin zitten, ik zal hem hier boven even laten zien. Yes, deksel zit erop. Oké. Ik zal mezelf achter mijn rug pakken, niet dat jullie denken dat ik iets stiekems kan doen namelijk. Maar alweer, we doen het anders, Hou je hand even open. Ik zet het hier zo op. Oké. Okay. En ik vraag je om je te concentreren op de kleur die jij hebt gekozen, dus die jij erboven hebt gelegd. Ja. Oké. Okay. Wauw. Ik heb het gisteren nog gezien dit. Ik was even buiten en ik was met de hond en ik keek zo in de lucht. Zag ik zo'n grote gele bol aan de hemel. Ik denk dus echt dat jij gewoon geel hebt gekozen. En dan heb je inderdaad geel. Mooi. Super, ik weet nog dat wij deze een andere variant ook hadden eerst. Nou, hebben we ook steeds. Staan aan de vitrine toevallig. Ja, en dan mensen gewoon echt zeggen, hoe dan? Ja. Hoe dan? Maar elektronica? Nee, niet elektronica. Maar kun je erin kijken? Nee, ik kan er niet in kijken. Kun je het voelen? Nee, ik kan het ook niet voelen. Dus niet, dat is echt een kubus. Het is niet dat die, sommige mensen denken, mijn dekseltje ligt hoger of lager. Ja, ja. 10 keer makkelijker. Goocheldoos truc eigenlijk. Ja. Maar dan een mooie uitvoering. Maar geloof mij, in 25 jaar, ja. 24,5, dat de winkel bestaat. En je laat het hier in de winkel zien, dus echt dat veel... mensen denken, hoe dan? Maar als je zegt dat het gewoon de kleine versie is in de goocheldoos, dan zeggen ze... We hebben zoveel goochelaars verbaasd met dit effect en nu in een mooie uitvoering. En ook deze 24,95, prachtig gemaakt met de hand, allemaal mooi hout gebruikt daarvoor. Al is, zet je hem in je vitrine, dan is hij al mooi. Maar ik zou zeggen, gebruik hem ook, doe er een truc mee. En het mooie is ook, mensen mogen dit allemaal onderzoeken. Kun je het herhalen? Ja hoor, je kan het herhalen. Color Vision Wood. Ook een exclusief dingetje, net als die vorige trouwens die je zag. Aanrader. En check gerust als je wil Color Vision op de website, Color Vision. Dan vind je nog allerlei andere soorten. We hebben ook een Mental ESP Vision, Mental Dice Vision. We hebben een Mental Color Vision. We hebben gewone Color Vision. We hebben de 4K Color Vision. We hebben veel soorten van deze truc. Maar allemaal verschillende modelletjes, uitvoeringen. Maar dit is eigenlijk allemaal hetzelfde. Alleen, hoe ziet het eruit? Daar zit het verschil in. Tegenwoordig zie je steeds meer mensen die oortjes gebruiken. Ik zal ze even laten zien. Ja, ik vind dat dit, zwaar irritant, weet je wel. Overal waar je mensen tegenkomt, hebben ze al oortjes in. Dan denk ik van, hallo, kun je mij wel horen, hallo. Maar tof is René, ik zal hem even dichtmaken. Ja. En op je hand hangen. Ik ga proberen die oortjes te laten verdwijnen. Dat kan niet, want nu ik mijn oortjes, maar de oortjes die erin zitten. Net op, één keer met mijn vingers. En als ik hem nu openmaak, dan zie je dat de oortjes... zijn verdwenen. En het mooie is, ik heb zelf nog geen oortjes, maar je zou ze nog ergens kunnen produceren. Wat? De moeilijkheidsgraad is 0,0. Ja, tof. Kijk, het gaat inderdaad dat je dan, stel dat je een capuchon draagt, wat dan ook, zie je op de video ook, dat je een capuchon afdoet en hier zitten de oortjes. Ja, of je laat zien dat je niks in je oortjes hebt, je laat zien dat ze hierin zitten. Ja. Je mag de toeschouwers openmaken en dan heb jij de oortjes in je oren zitten. Ja, van Illusionist Self Vanishing Headphones. Ja, komt in een mooi doosje. Mooi doosje, mooi bewaarblikje ook. Ja, video is terug, zit erbij met ideeën. Maar in principe, het is echt als je op een knopje kunt drukken. Toch? Ja, ze zeggen zelf, het is eigenlijk een soort ball and face. Ja, ik snap dat ze dat alleen denken. Alleen dan, maar dan wel moderne versie. Ja, ik snap dat ze dat zo vinden. Het lijkt het ook op, maar van de andere kant... Inderdaad, ik vind het tof voor televisie, street magic dingetjes. Maar ook live ook weer doen, je kan het zien hier. Echt iets van deze tijd. Ja, ik zelf wist dan ongeveer al hoe ik werkte, zeg maar, als goochelaar zijn. Hè. Maar ik denk dat als je dit verleken doet, dat ze echt zeggen van wauw, vooral als je de oortjes nog laat verschijnen. Zeker, omdat ze ook niet weten dat er speciale dingetjes bestaan. Ja. Dat dit is natuurlijk speciaal voor goochelaars gemaakt, maar mensen weten niet dat bestaat. Dus dat maakt extra tof. Kost €47,95. Yes. De self-vanishing headphones. Ja, en dan, we zijn er ook trots op. We hebben wat mooie boeken de laatste tijd in onze collectie opgenomen. En één daarvan, ik ben er zelf in beginnen te lezen, is Offbeat van Nick Divatte. En potverdikkie, dat is een leuk boek. Het is geschreven door Nick Divatte, 25-jarige goochelaar. En als je ook bijvoorbeeld de reviews of reacties van McKing leest, die zegt ook, ik heb nog nooit iemand gezien
die op deze jonge leeftijd al zo enorm kundig is en weet heeft van alles wat met comedy en theater te maken heeft. Nou, professioneel, hè? Niet hoe je een truc laat mislukken, maar echt hoe je een truc benadert, aanpakt, hoe je comedy toepast op het goochelen. En in het boek staan een heleboel routines, zowel close-up, maar ook heel veel salon. Met een hele leuke touwroutine, waar je een stuk touw knipt. Je zegt dat je het in gelijke lengtes knipt, maar je knipt het in verschillende lengtes. Knoop je aan elkaar, knopen vliegen eraf en je eindigt met één lang touw, wat je uit handen kunt geven, bijvoorbeeld. Er zitten kaartroutines bij, je overhandigt iemand een envelop. Je ziet dat een kaart zit, geef je aan iemand. Je laat iemand een kaart noemen, iemand een kaart kiezen. De laatste kaart die zoek je terug in het spel. En de eerste kaart blijkt al de hele tijd in de envelop te zitten. En ze zijn er van allerlei routines met wat je maar kunt bedenken. Het is een leuk boek, ook met mooie foto's erin. Goed geïllustreerd ook, zeg maar. Even kijken naar de camera. Die gaan zo, oké, dat is goed. Stiften naar, zou ik moeten even kijken, want ik heb niet alles gelezen. Hoe je gigantische contactlensen uit een doosje haalt en in je ogen stopt. Dat zat er ook in. Hoe je een... je laat een kaart kiezen, je hangt een theezakje in een kopje thee. Andersom, je hangt een theezakje in een kopje thee, je laat een kaart kiezen. De gekozen kaart verandert in een theezakje. En als je de theezakje uit de thee tilt, hangt daar de opengevouwen gekozen kaart aan. Enzovoort, enzovoort. Hoe je uit handboeien kunt ontsnappen, zat er ook inderdaad ook bij. Hoe je zo'n feesttoeter, die je normaal blaast, hou je tegen je ogen, die gaat open en dicht. Allerlei dingen, echt allemaal goed beschreven. Dit is een professionele comedy-goochelaar. En nogmaals, je hoeft het comedy niet toe te passen. Want al de effecten, behalve die toeter dan, dat is een comedy-ding. Maar je kan alles ook serieus toepassen. Maar ik ben op de helft van het boek zeer te spreken hierover. Uitgegeven door Squash Publishing, €74,95. Ja, en ook het uiterlijke speciaal. Ik heb een linnen boek met een sticker, wil ik niet zeggen. Maar het is wel zo'n sticker erop. Normaal is het natuurlijk als bedrukt of zit er een stofkaft omheen. Zeer tof. Ik heb hem niet gelezen, maar ik heb er niet over spreken. Ik denk, ik moet hem even lezen. Ik moet niet beginnen te lezen en dan kon ik niet stoppen, behalve dat ik weg moest. Dus ik heb allerlei routines gezien. Offbeat bij Nick de Vatte. Aanrader. Aanrader, ook een exclusievertje bij ons winkel. Dus aanrader. René. Dat ben ik. Heb je toevallig een ring? Die heb je al... meerdere keren gebruik een update. Zij het niet, misschien wel bijna elke update. En hoeveel, zijn er op? Hoeveel van deze ringen zijn er? Van, ik heb er maar één. Van eentje? Ja. Ik heb hier een portemonnee, daar kom ik zo op terug. Ja. Maar, oh, hier staat Elisa. Dat is een verkeerde ring, denk ik. Maar maakt niet uit, het mooie is als ik die ring pak en ik knip met mijn vingers. Dan kan ik die ring zo laten verdwijnen. En het mooiste, je ziet dat ik hier een portemonneetje op tafel neergelegd heb. En in de portemonneetje zit... Als je kunt zien. Nog een portemonneetje. En in dit portemonneetje zit, als je kunt zien allemaal, nog een portemonneetje. En in dit portemonneetje zit... Nog een portemonneetje? Nee, er zit een opgevouwen doekje in. Als ik hem eruit krijg, kijk. En als je dat opgevouwen doekje openmaakt, ik zal het even laten zien, René. Dan zit er in dit opgevouwen doekje... Ja, dat is eerlijk mogelijk doen natuurlijk, ja. Ja, dan zit hier... De ringen. Nou. En dit is Nesting Wannets. Die verkochten wij al voordat de Nest of Wallets eindelijk op de markt was. Ja hoor, al lang voordat die op de markt kwamen inderdaad. En dat voor een prijs van €45. Ja. Mooie soepele portemonneetjes. Ja, ik ben blij dat we ze weer voorraad hebben, zou ik het zo zeggen. Precies, we hebben ze lang niet gehad. Maar we hebben ze weer terug inderdaad. Ja. En het mooie is eigenlijk dat je het meteen kunt, als je resetten. Wil, kunt resetten. Want er is verder niks speciaals. Nee, in principe, ik vouw het nu allemaal netjes, ik zet me terug in elkaar, zeg maar. En zonder eigenlijk iets te verraden, ja. Is nu de set ook weer gereset. De Nesting Wallets, ja, je kent ze wel van Nicholas Einhorn, die heeft ze ook uitgebracht. De Nest of Wallets Super Soft hebben we ook. Maar zit je qua prijs volgens mij dubbel ongeveer? Ja, 98 euro. Ja. Oké, het doekje wat erbij zit, dat verschilt nogal. Die vind ik niet zo mooi. Maar je kan naar een stoffenwinkel of naar de markt en vang een... Koop elk doekje. Misschien als je het met een kartelschaartje afknipt, is dat nog mooier. We zullen zelf ook even kijken. We hebben zelf genoeg stof liggen. Of wij ook stof hebben die niet makkelijk rafelt als we die knippen.
misschien mooie doekjes bij kunnen maken. Want daar hebben we nog niet naar gekeken. We kwamen net tot de ontdekking toen we er eentje openmaakten. Wat we niet gedaan hebben, dat de doekjes niet zo heel mooi zijn. Maar voor 45 euro kun je best ergens een doekje regelen. Ja. Je zou zelfs zo'n juweliersdoekje kunnen gebruiken. Oh, of een bril. Van een bril. Ja, dat zou denk ik goed kunnen. Die, kun je ook, die zijn vaak ook van die stof die... ik zie een, want deze was in ieder geval goed geland. Vandaar dat je de ring net een beetje zo schuin. Maar een mouw, ja, dat is gewoon een tof truc. Ja, en je moet... de doekjes zitten stom opgevouwen als je het krijgt. Ja. Nou, ze hadden ze eigenlijk al op moeten vouwen zoals je het nodig hebt in de truc. Ja, en daarom... Ja. Dat was nog beter geweest. Maar daar kwamen we net achter... en achter ontstaat een strijkijzer erachter, maar zover wilde niet gaan. Ja, maar je kan deze truc ook doen met een munt. Ja. Misschien zou je dan ook van, waarom heb je er een R op gezet en een S bijvoorbeeld. Dat vind ik nog, maakt het nog iets sterker, vind ik. Ja. Vanwege de time delay, zeg maar, niet te veel te verklappen. Ja. Maar dat is gewoon een prima truc. Ik vind dat iedereen deze gewoon eigenlijk in zijn accessoire of in zijn koffer zal moeten hebben. En het is echt leer. In tegenstelling tot de andere versies. Dat is veel meer zo'n plastic-achtig spul. Deze is super soft, het is heel soepel leer. En je ziet het, je zou hem nu in je zak kunnen stoppen. En volgende tafel kun je het weer doen. Hij is dus eigenlijk instant reset. Je moet het sowieso opruimen, dus waarom zou je het niet opruimen? Zoals ik het nu gedaan heb, dat je gewoon klaar bent voor de volgende keer. Want voor de mensen ziet het eruit. Oh, hij ruimt de spulletjes netjes op. Je kan je doekje in je zak proppen, maar er is niks mis met je doekje opvouwt. En alles netjes opbergt. Instant reset. Alright. Alles loopt nog. Dit vind ik ook een mooi leuk dingetje. Gloedje nieuw ook. Oh ja. We hadden een kistje. Niks bijzonders verder. Maar in het kistje zitten twee stapeltjes kaarten. En dat is meer om ervoor te zorgen dat die kaarten niet door elkaar komen. Want er zijn twee verschillende stapels. Ik zou eerst willen vragen. Zou jij de kaarten uit het rode vakje, als je een lintje trekt, gaat er vanzelf omhoog, eruit willen halen? Heel goed. Je mag de kaarten nog even schudden. Dat je het zelf genoeg vindt. Ik zal ook even zo doen, anders denken ze misschien... Ja, die Leon en die René die hebben wat afgesproken. We hebben niks afgesproken. Zo, op de krimp. Nee. Goed geschud. Mooi. Ja. We hebben namelijk nog een tweede pakje kaart. Haal er ook even uit. Er zijn minder kaarten. Heel goed. Ja. Er zijn namelijk maar vier kaarten. Ik zal het zo doen. Die vier kaarten nemen we en die kunnen we zo neerleggen. Zo. Nou, fantastisch, zeg je dan. Ik zal ook met de kaart die jij geschud hebt even een paar kaarten gaan verdelen. Zo. En dan bedenk ik me net even dat de camera precies andersom staat. Maar voor de mensen thuis is het wel goed. Dus ik laat het even zo staan, maar voor de camera staat het precies andersom. Dus we gaan dit anders even de andere kant doen. Maar dat wordt vanzelf duidelijk. Want dit zijn namelijk allemaal reken... symbolen. Plus, min, keer en gedeeld door. Dus kaartjes hebben waardes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Boer is 11, vrouw is 12, koning is 13. Voor het idee. 3. Ja. Plus 7. Ja, dat is niet moeilijk. Je hebt zelf geschud, dus het zou raar zijn dat het 10 zo. Maar een kleine kans, maar het is 10. 3 plus 7 is 10. Oké, ben ik benieuwd. De kans dat het zo verder gaat is natuurlijk heel klein. 9 min 9, zie je, gaan we al. Ja, dat is een beetje raar dat het zo 0 moet zijn. 0 is er niet. 0 hebben we niet erin zitten, dus dat kan niet. Dus dat is ook niks. 9 min 9 is niks. Niks, oké. Okay. De keer. 4 keer 4 is 16, hè? 16. Ja. 16. 7 gedeeld door 2 is... 3,5. En zo heb je al deze sommen. Als je naar boven kijkt, moet je ze even anders nog maar bekijken. Ja, fantastisch. En ook voor deze geldt, we leggen het in de instructievideo ook uit. Even voor het idee. Het is gewoon over om praktische informatie te geven. Dus niet instant reset, maar wel nagenoeg reset. Als je het zo opruimt, is je reset zometeen 2 seconden. Moeilijkheidsgraad van deze truc. Je moet een doosje vast kunnen houden. Ja, op een schaal van 1 tot 10, ik zou zeggen 1. Maar rekenen hoef je in principe ook niet te kunnen. Nee, want, dan kun je het publiek kan het nog even wel. En 9 min 9 is nog net te doen, hè? En zo, en dat soort dingen. 7 door 2 is al moeilijker. 4 keer 4 ook.
prachtig gemaakt doosje, ziet het ook mooi afgewerkt al met gouden randjes erop. Ja. Ja. En het feit dat je toeschouwer alles eruit mag halen, dat geeft je meteen alles wat je nodig hebt om het effect te laten slagen. Prachtig gemaakt, compleet. Als je hem uitpakt kun je hem al zo doen. Hij is dus klaar voor gebruik. Ook wederom mooi. 24/7. Voor de... Voor €59. Ook niet te veel. Computerdek €59, compleet met online video instructies. En wederom een exclusief dingetje bij Dynamite. Maar er zit deze update pompetje vol mee. Volgens mij zijn er maar 4 dingen die niet exclusief zijn. De rest is allemaal exclusief. Dit is een van mijn favorieten. Dat is eigenlijk dus geen rabje. Ja. Klopt. Ik heb hier een graag zien. Portemonnee. Ja. Voor de idee, je kan hier je ideeën doen, geld, ballots. Ja, maar je hebt hier al wel. Ja, dat heb ik even niet. Ja. Daar heb ik een portemonnee zitten. Maar ik heb hier een spelkaart erin. Hè. En als je wil, mag je ze zelfs nog schudden. Basic schudden. Ja. Want ik ga René zo meteen laten zien wat het verschil is tussen een goochelaar en een mentalist. Ja? Ja. Kijk, en kijk of het spel trouwens wel een beetje compleet is zo. Ik ga er wel van uit, maar in de winkel, soms staat het op het doosje. Compleet, maar een... Compleet! Maar dat wil niet zeggen dat we met een pak... Ah, hij is compleet! Laten we kaart kiezen, verscheuren we. Ja, dus en vervolgens moeten we eigenlijk zeggen compleet min 1 of zo. Min 2, keer 3, deel 4. Nee, de spelkaart er in 1. Ja. Ik ga het even voor de camera doen, maar dat ja, dus ja, maar ik ben er niet. Dus de goochelaar, die laat die dat en dat, die zegt tegen de toeschouwer, kies mijn kaart. Het is al even bij René. Maar ik ben er niet. Ik ben er wel, oké. Okay. Kies mijn. Ja, ik heb laat hem ook even in de camera zien en dan mag je daar iets opschrijven dat je weet dat het eigenlijk jouw kaart is. En als je dat gedaan hebt, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Tevreden? Ja, dat is misschien snel gedaan, maar oké. Okay. Ja. Dan zegt de goochelaar, doe de kaart terug in het spel. Ja. Op deze manier, zodat de goochelaar niet meer weet wat de kaart is en waar die is. En een mentalist doet het iets anders. Een mentalist zegt tegen de goochelaar, ja dat is ook een goochelaar, ja, maar de mentalist zegt, René, zou je ergens stop willen zeggen wat je zelf wil? Zal ik even zo doen? Stop! Hier zeker weten? Ja. Niks afgesproken, hè? Nee. Ik ga je een kaart laten zien, René, en ik wil je vragen om die goed te onthouden. Ja, is goed. Ja. Kun je even de mensen thuis ook kunnen zien? Ja. En de mentalist, wat doet die mentalist? Die doet de kaart in de portemonnee. Ja. Om het te isoleren, zodat niemand eraan kan komen. Ja. En nu komt het René, ik zal het doosje ook even opzij leggen. Zou jij aan de kaart willen denken van de mentalist? Die de laatste kaart, Harte Koning was dat. Oh, dat moet je niet zeggen. Oh, denk. Maakt niet uit. Normaal. Wil het denken. Normaal doe ik als mentalist. Het is een rode kaart. Ja. Dat is een koning. Maakt niet uit. Maar normaal gesproken hoor ik. Dan kunnen we wel rennen, dat is wel leuk een keer. Maar normaal gesproken reveal ik dan dat het een harte koning is. Ja, oké, is mijn fout. Maar het belangrijkste is, hoe doet een goochelaar dat? Een goochelaar die pakt het kaartspel en die doet dit en heeft de kaart gevonden. Maar het mooiste is, je ziet hier die portemonnee op tafel liggen. Ja. Maar als het die portemonnee openmaakt, dan zie je dat daar een kaart in zit en er staat op. Mijn kaart. Maar dat is niet mijn kaart, maar het is jouw kaart. En dat is de harte 4. Dus vergeet even dat stukje wat René deed. Maar ik wil even laten zien dat het een hele mooie kaart to wallet is. En dit is maar één van de opties nog. Ja. Maar je hebt ook gewoon een normale kaart. Je kan ook gewoon een normale kaart to wallet doen, zeg maar. Hè? Wat ik ook kan doen, dus, dat is ook een mooie peak wallet. Er zijn heel veel manieren om te pieken. Ik zal het snel in laten zien. Zonder afgesproken iets staan. Ik pak even een kaart hier deze. Onthoud hem. Ja. Ik heb beeld omlaag. Ja. Even kijken dat ik de wallet goed heb trouwens. Ja. De kaart gaat hierin. En ik weet niet of mensen wel eens gehoord hebben van handpalm reading. En dat is in principe al een piek. Dus nou weet ik al dat het een harte boeren is. En daar kun je dus heel veel dingen mee doen. Normaal mogen we niet te veel vertellen. Maar dit is ook een himbo wallet. Dus wat je hiermee kunt doen is je kunt kaarten pieken. Je kunt kaarten wallen doen. Je kunt dingen switchen. Ja, je kunt er zoveel mee doen. En ik heb er zelf ook in. En ik ga die ook echt gebruiken als mijn everyday. Ja, maar die eerste routine, die is er kapot van dikke chic. Kijk, het verhaal kun je natuurlijk aanpassen. Ja. Maar het is zeker mooi dat die eerste kaart, denk ik, oké. Okay. Maar dat dan, de eerste kaart, de tweede kaart dat je die onthult, oké. Okay. Maar dat dan de eerste kaart
gesield in die wallet zit, zonder dat je hoeft te palmeren. Ja, en dat is echt makkelijk te doen. Je stopt de kaart erin terwijl toeschouwers het zien. Echt? Ja, je hebt het gezien. Ja. Alleen, het was mooi geweest of we dan ook een reveal gedaan hebben. Ja, dat was niet uit. Dat maakt niet uit. Inderdaad. Maar even voor de idee, dat is echt een hele toffe wallet. Er worden meerdere peaks uitgelegd, ook hoe je dat bij twee toeschouwers kunt doen. Dat is de Orbic Plus wallet. Plus. En alles wat deze gasten uitbrengen van 1914, ja. Dat is allemaal gewoon geniaal, vind ik. Ja, ze hebben de Eclipse, hè. Ja. Verkoopt zeer goed. Ze hebben die de 1914, wat ik altijd in mijn telefoon heb zitten met de tarotkaart. Ik ben even de naam kwijt. Ja. Shit. Ja, in ieder geval. They will be gone, nee? They will be gone. They will be gone, zoiets? Volgens mij, ja. Is in die richting? Ja. Die hebben allemaal toffe dingen, dus ik zou zeggen. Daar will be gone. Gewoon deze in een week een mandje. Eclipse ook heel tof, ook hele goede instructies, ook bij deze. Ja, en ik wou dit gewoon even laten zien, want ik vind dit echt een toffe wallet. Ja. En er kan best veel in. Ook nog, ja. Een zeer tof dingetje. Prijs 87,50. Of plus. Echt een aanrader. En niet een ouderwetse wallet, weet je wel. Ik heb hier een portemonnee. Nee, dit is gewoon een... Ja, waar je creditcard pasjes... Ja, en ook iedereen die ik in de winkel laat zien, die zegt, doe er mee in. Want die vinden het ook allemaal tof. Vooral, je kunt niet één ding mee. Je kunt hier zoveel mee. Je kunt pieken, laden, switchen. Weet je, dus niet een wallet waar je maar één ding mee kan. En je kunt er ook mee betalen. Hè? Dus je kunt gewoon gebruiken als je eigen portemonnee. Dus dat is ook handig. De Orbic Plus. Ja. Alright. Ja, dan heb ik hier een... even kijken. Een baksteen, denk ik misschien. Wat moet je daarmee? Nou, dat is een steen. En daar kun je allerlei dingen mee doen. Je kunt bijvoorbeeld, als je iemand het publiek nodig hebt, pak je de steen. En je gooit hem in de zaal. Degene die hem vangt mag je helpen als hij er rechtop staat. Dan denk je natuurlijk, je bent helemaal gek geworden. Nee hoor, want dit is een sponsbaksteen. Jawel, een sponsbaksteen. En niet een gewone sponsbaksteen. Maar dit is een sponsbaksteen die speciaal voor ons gemaakt zijn. Ik heb hier een aantal liggen voor het idee eventjes. Spons. Met de hand beschilderd, compleet. Compleet met de hand beschilderde stenen zijn dit. En ja, hoe gaaf is het als je zegt, je loopt, potverdikke, het zit niet lekker in de schoen. En je haalt daar een steen uit, er zit een steentje in je schoen. Of inderdaad, voor wat dan ook, je verkoopt ze zo al veel. Alleen de laatste levering, moet ik zeggen, van Goshman, die ze normaal maakt, zijn gewoon blokken schuim. Ik vind ze niet meer zo mooi als vroeger de bakstenen. Vandaar dat we eigenlijk hebben gevraagd, we zijn op zoek naar mooie bakstenen. En iemand die zeer kunstzinnig is, die zag dit. Ja. Die zag dat er vroeger gedaan en die zei, ik kan wel eens proberen. En die stuurde mij foto's, ik zeg, maak die handel. Vandaar, sponsbaksteen. 35 euro per stuk, maar pas op, het is ook echt professioneel met de hand beschilderd, elk exemplaar. Bewaren, wel open, ga ze niet proppen in je koffer. Want het is echt handbeschilderd en het is zonde als je steen, als je eruit haalt, er dan zo uitziet. Dus gewoon open bewaren. Uiteraard kun je wel voor je optreden prepareren waar je maar wil. Maar deze vouw je gewoon samen tot een spons baksteen, wat normaal ook doet. Dan springt open tot een echte baksteen. En als je het goed, zeg maar, ook nog ermee omgaat, dan lijkt het ook nog alsof je echte bakstenen hebt. En dat ze zwaar zijn, zeg maar. Dan gaan we die dingen laten. Sponsbaksteen. Heel mooi, heel mooi. 35 euro per stuk. En ik heb hier ook nog... Sponsbaksteen Pro. Die weet, ik heb hier het lijkt net een echt zout vaatje. Kijk. Zie je dat? Mm-hmm. Maar dat is ook van foam. Nee. Dat is een piepend zout vaatje. Altijd handig voor als je dingetjes weg moet werken of toe moet welvoegen. Dat zeg ik altijd. Je gaat even naar je broekzak, je pakt wat toverzout. En je bent... Ja, of je goocheltafel. Ja, een leuke grap erbij. Of je goocheltafel, weet je ook nog maar iets. Je leent een ring. De soppen de ring in de hand. Dat is even voor het idee, hè? Heb een ring. Je stopt een ring in de hand. We pakken even het toverzout. De ring is nu al weg, weet je. Ja. En misschien zeg je, we hebben een kistje, zet je ook neer. En dat maakt eigenlijk perfect de afleiding. Hè? Of om knoopjes van een of andere touwroutine weg te werken. Fantastisch ding. Piepend zoutvaatje, we hebben de luxe versies van aluminium, of sorry, van staal moet ik zelf zeggen, aluminium kleur. In groot en klein, we hebben de magieflesjes, maar deze slaat alles voor de prijs van €4,95. Ja. En het ziet er ook gewoon uit als een zoutvaatje. Ja, en het smaakt ook, best goed ook, vind ik. Ja, ik heb er al buiten geprobeerd toen het straks sneeuwde, heb ik al opgestrooid, ging ook.
Leuk ding, in ieder geval. En ze gaan hard door. Sneeuwde met 28 graden, hè? Ja, dat was het. Piepend zoutvaatje. Ja, laten we deze er ook maar bij pakken. We kunnen hem niet overslaan. Want, er zijn wat versies op de markt geweest, al die jaren. Ja, en dat klinkt als muziek in de oren ook. Precies. Want dit is Anverdi's Color Match. En Anverdi's Color Match gaat een lange tijd terug. Toen had hij het effect Color Match. We hebben hier zelfs een hele oude versie van staan nog. Nou, weet je wat? Ik doe even gek. Ik trek hem even uit de vitrine. Ik maak hem even open. Niet gepland. Want Anverdi die maakte vroeger natuurlijk effecten. En dit is een replica van een originele Anverdi. Ik laat het gewoon even zien. Vroeger was het namelijk iets wat hier meer op leek. Back to the history, bijvoorbeeld, hè? Ja, had je bijvoorbeeld dit. Vol met elektronica. Dit. Vol met elektronica. Oh, sorry, deze is geen elektronica, sorry. En deze, vol met elektronica. Maar tegenwoordig hebben we, na allerlei versies, onder andere Promistic heeft het ook gemaakt, is er nu de Anverdi Color Match. En dan denk je misschien, ja, Color Match, Color Match, Color Match. Wat is Color Match? Color Match is een effect waarbij je een aantal stiften hebt, die geef je aan een toeschouwer. Dan kun je allerlei kanten op. Je geeft de toeschouwer bijvoorbeeld de kleurplaat. Je laat van tevoren een grote envelop zien. Hangt die ergens neer. En zegt de toeschouwer, oké, pak je stift, ik kijk niet. Hij pakt de stift. Ik zeg, oké, kleur de hoed van op de kleurplaat van de goochelaar in. Pak nog een stift. Daarmee kleur je de stropdas in. Pak nog een stift, de broek, nog een stift en noem maar op. Zonder dat jij kijkt. En uiteindelijk is de kleurplaat klaar. Jij kan natuurlijk onmogelijk weten hoe die eruit ziet. Je opent de envelop. En daarin zit een kleurplaat die exact hetzelfde is ingekleurd. Maar dat is niet alles, want je draagt een kostuum en je trekt dat van je lichaam en daar heb je ook nog eens een keer exact dezelfde kleuren kleding aan als op de foto. Tekening, kleurplaat, wat dan ook. Maar je kan ook symbolen laten tekenen op een blad. Dus je zegt, iemand pakt de stift en zegt, oké, teken met de stift die je gekozen hebt een vierkant, teken met de stift een driehoek, noem maar op. En uiteindelijk heb jij een voorspelling gemaakt. Of je doet live mee, dat kan ook. Ja. Zodat je met de rug tegen elkaar staat en jij doet live mee. En die hebben uiteindelijk hetzelfde getekend. Maar wat ik ook heel tof vind is, je kunt ook zeggen, pak een stift. Oké, doe maar in je linkerbroekzak, pak een stift, doe maar in je rechterbroekzak. Ja. Doe maar in je linkersok, in je rechtersok. En uiteindelijk draai je om. Dan zeg je, hey, linkermouw, geel, zeker blauw, groen, blauw, roze, paars. Ja. Maar dat is ook heel tof. Ja. En het is van de makers van de, ook van Anverdi. Mental Dice, dus als je die bezet, weet je wat je kunt verwachten qua kwaliteit. Elke stift, behalve de zwarte, bevat over elektronica, zo is het zo'n. En dat wordt gestuurd naar een kastje op je lichaam of ergens anders. Je kan kiezen uit vibratie, dus dat betekent dat je voelt en je weet exact welke stift aan het spel is. Of dat je optisch kunt zien, of allebei zelfs, welke stift er gepakt wordt. En er zit een ingenieus systeem ingebouwd wat ervoor zorgt dat als een toeschouwer zich bedenkt, dat niet uitmaakt. Ja. Dat jij toch weet wat hij aan het doen is. Want je krijgt altijd het goede signaal. Ja. En als je toch nog twijfelt, zou je alle stiften op kunnen roepen, zodat die allemaal meedoen. Ja, dus je kan, het is overal over nagedacht. Ja. En als je het vergelijkt met andere versies, pakken we niet de Chinese versies in een bekertje. Die hebben we vroeger ook al gehad. Die waren oké ook. Maar dit is niet te vergelijken, dit moet je eigenlijk vergelijken eerder met de Promistic versie. En dan zit je tegen 700, 800 euro geloof ik met ontvanger alles erbij. Ja. Deze 359 euro, inclusief garantie uiteraard. Als je denkt, ja maar wat als, geen probleem, ik sta er persoonlijk voor in. Dat als er iets meer is, dat we dat oplossen. Ja. Alhoewel we het niet meer hebben gemaakt hoor, maar ik zeg het er gewoon bij. En we hebben vertrouwen hebben in het product. De gevoeligheid kun je instellen. Dus als je bijvoorbeeld een klein bekertje hebt, als klein beetje ruimte in. Ja. Of je hebt een schaal waar ze in staan. Ja. Dus je kunt de gevoeligheid instellen, waardoor het nog beter wordt eigenlijk. Ja. En wat René al zei, als ze zeggen van ik wil blauw en nee, toch geel. Ja. Je bent altijd safe met deze, want er zit een mechanisme in gebouwd die zegt, oh, blauw is gepakt. Nee, ik kies toch voor geel. Ja. Blauw moeten we erin laten zetten, heeft geel gepakt. Dus blauw blijft inderdaad in het spel zitten, dat als hij alsnog later de blauwe pakt, dat hij ook nog dat je een signaal krijgt en niet meer het blauwe signaal al zegt, nee, ik geef je blauw maar weer, want blauw is al geweest. Ja. Een mooie verpakking. Ja, we gaan niet alles laten zien. De ontvanger zit erin en alles. Maar Color Match. Super aanraden. Kan zowel close-up. Kan ook salon. Ja. En binnenkort komen ook setjes uit met 6 normale stiften. Die komen ook. Niet geprepareerd.
Want als jij live meetekent, vind ik het wel zo logisch dat je dat met eenzelfde set stiften zou doen en niet met een compleet andere set, want waarom? Ja. Ja. Het moet een normale stiften lijken, dus dan zou het meest logisch zijn als jij dezelfde stiften hebt. De versie die je net zag is overigens ook te koop als je daar interesse in hebt. Houdt van oude dingetjes. Sorry. Neem contact op. Maar hij staat ook op de website. Ik heb alleen even de naam niet van. Ja, als je Color Match hem typt, dan ja, moet je hem... Ja, dus wij zorgen ervoor dat je hem gaat vinden. Color Match. Dat was deze. Leon, heb je nog iets liggen? Nee, volgens mij niet. Nee. Niet? Oké, okay, dan doe ik nog maar... ik heb er nog een paar staan hier. Maar ik kan ook sowieso samen doen, dat maakt niet uit. Allereerst heb ik hier dit. Een oud effect. Wel weer een mooie uitvoering. Block Escape heet dit. De basis is een kistje met heel veel gaten erin. En voor die deze echt gaten, zowel hier als daar overigens. Ik ben kijken, je kan er een schuin doorheen steken. En een toeschouwer mag twee kleuren kiezen. De twee kleuren die jij kiest, dat is echt jouw keuze. De rest ja, blijft over. Welke twee kleuren wil je? Geel en groen. Geel en groen, oké. Okay. Deze gaan allemaal terug, alvast in het doosje. Maar jij kiest voor geel en voor groen. Oké, okay. Je kan ook duidelijk zien dat alle kleuren erin zitten. Dat kun je boven op de camera heel goed zien. Ja, een beetje kantelen, kun je het duidelijk zien. Je kan het thuis ook goed zien dat alle kleuren er gewoon echt in zitten. Geen valspelerij. De naald gaat er doorheen, of de speer, naar die je noemt. En dan komt het. Jij had geel en groen. Ja. Dit is niet te geloven. Hou het doosje ondersteboven. We maken het deksel open. Wat gebeurt er? Twee blokjes vallen eruit. Hoe is het? Terwijl alle andere blokjes nog muurvast zitten aan de naald. Zie. En hoe hebben die blokjes ooit kunnen ontsnappen? Er is helemaal geen ruimte voor. Het doosje kan niet eens dicht als die blokjes bijvoorbeeld zo zouden zitten. En we hebben de naald ook pas later ingestoken. Dit is de Block Escape. De luxe versie. Mooie houten versie. Kost €54,95. Helemaal compleet met instructies erbij. Ja, aanraadje, Block Escape. Ze zijn er ook in het plastic. Wij hebben hem niet. We kiezen echt voor de mooiere dingetjes. En we merken dat mensen er ook voor kiezen. Want we zijn aan onze tweede levering bezig met deze kastjes. De eerste vloog letterlijk de deur uit. Ze echt heel snel. Ja, dus vandaar. Hey, die Michael Chatelain trouwens, die is ook goed bezig, want die brengt ook het een naar het ander uit. Ja, nu, ik denk elke maand daar onderaan iets. Ja, nu is effect print is onderweg. Heb je dat gezien? Dat is echt bizar. Ik denk dat ik wel gezien heb, maar ik zie zoveel dingen. Heeft hij voor een bankbiljet van €20 en een van €10 en dan trekt hij de nul van de €20 af en dan zet hij op de €10 bijvoorbeeld erbij. Zoiets. Ja, ja. We zijn onderweg naar ons, dus kun je volgende week denk ik, gok ik, misschien wel, nee, niet deze week nog, maar het zou kunnen. Kun je dat verwachten. Maar hij had laatst ook een effect. En het is toch wel breed. Hebben ze het laten zien overal op social media. Met David Copperfield erin. Want je neemt twee kaarten. Een rode kaart en een blauwe kaart. De blauwe kaart vouw je zo. En die leg je bovenop de rode kaart. Op deze manier zo. En dat is het grappige. Als je dan concentreert. Dan zakt die blauwe kaart heel langzaam. Over de top van de rode kaart heen. Ik weet niet hoe. Maar het smelt er gewoon doorheen. En als je wil gaat hij ook weer terug. Omhoog. Totdat hij weer helemaal bovenop de kaart ligt. Dan kun je het uiteraard dan gewoon weer afhalen. En dan is dit gewoon nog helemaal intact. Dit is. Zal je laten zien hoe het heet. Je hebt wel waarschijnlijk al gezien. Meldkaart. Moeilijkheidsgraad. Nou, niet nul. Want je moet wel iets doen. Hoekgevoelig, dat wel. Voor de mensen voor je, perfecte truc. Voor de mensen achter je, ook perfect om op een andere manier te zeggen. Oh, kijk, ja, zo werkt het. Tof. Ja, prima ding. Meldkaart, super makkelijk te doen. Uiteraard, de kaart die je oplegt, kun je laten kiezen. Je kan een bankbiljet ook gebruiken. Je kan een papiertje gebruiken. Als je wil, kan je met een extra handeling ook de rode kaart laten kiezen. Kan allemaal. We hebben het nu even zo gedaan. Zo uit de verpakking, zeg maar. Maar je kan het ook mooi inkleden dat het lijkt alsof het met allemaal geleende voorwerpen of gekozen kaart, geleend bankbiljet gebeurt. Zo hoort het eigenlijk. Maar zover gaan we hier niet op in. Meldkaart. Een meldkaart kost twee keer €34,95. De helft.
En we hebben hem in rood en blauw. En die heeft dan te maken met de kaart waarop je hetgeen oplegt. Dus de kaart die ik vasthield in mijn hand, dat was de rode kaart, dus dit was de rode uitvoering. We hebben nog één. De allerlaatste. Ja. Heb jij die 50 euro nog? Mooi zo, want ik heb hier een soort schatkist, zeg maar. En als je die openmaakt, kijk. Mag jij de 50 euro erin leggen? Het deksel gaat dicht. Et voilà, we maken de schuif dicht. En aan jou de taak. Haal de 50 euro er even uit. Oh, ja, niet. Dat heb ik dichtmaken, sorry. Oh, dat heb ik gedaan. Okay. Ja, niet. Hoe gaat het niet? Het gaat niet op. Hoezo gaat het niet open? Het gaat niet open. Hij gaat echt niet op. Ja, dat is lastig. Moet je natuurlijk goochelaar voor zijn, dat is geen probleem. Want de goochelaar die zegt natuurlijk, oh, ik maak het doosje even open. Zo, zie je, dan haal je de 50 euro eruit. Dat is natuurlijk geen probleem, zie. Dan kan het mee. Maar je kan 50 euro ook wel instoppen, zo. Maak je schuifje dicht en een toeschouwer krijgt en dan kan hij proberen wat hij wil, niet meer open. Nou, ik weet niet hoe de video eruit ziet, maar het is, je moet het echt, ja, jij weet hoe die werkt. Dus dit is eigenlijk, het is een truc, maar ook een, ja, misschien een soort puzzelkistje. Ja, ik vind hem heel tof. Laatst had ik ook iemand die zei van, ik ben bezig met een enkele koffiebonen. Ja, je kan het open, maar je rijdt hem echt gewoon niet open, tenzij je weet hoe. En er zit echt wel, als je ooit puzzelkistjes gezien hebt, waar je wel eens geheime paneeltjes en toestanden hebt, dat is hier ook het geval. Ja, het is mooi gemaakt hoor. Mooi gemaakt en het is makkelijk te doen ook. Kijk, en dan is hij op. Ja. Dus, of dicht, ligt trouwens mee op. Hey, we hebben hem genoemd, The Prison Chest in Wood. Zeer mooi gemaakt. 69,50. Als je ziet hoe het gemaakt is, snap je waarom. Het is echt wel ingenieus gemaakt. Op dit moment krijgen we hem nog steeds niet open. Maar dat maakt niet uit, want als we dat willen, kunnen we natuurlijk wel openmaken. Ik haal mijn 50 euro namelijk even uit. Zo. En nu zie je ook weer tevens gelokt. Prison Chest Wood. Mensen mogen compleet checken. Dat is het idee ervan. En zullen niks vinden van trucage. Het zit echt degelijk dicht. Dus niet dat mensen, gevonden. Of ze moeten echt zo lang op zoek gaan dat ze het hele kistje alles gaan proberen. Maar ze kunnen het niet zomaar stuk maken door hem bijvoorbeeld aan te trekken. Want ja. Daar is het te degelijk voor gemaakt. Prison Chest Wood. Heel mooi, echt heel mooi. Ja. En daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van product update nummer 138. We gaan richting zomervakantie. Dus ik verwacht niet dat er in ieder geval nog zo'n grote update komt voor de zomervakantie. Want dat is al krap. Ik krijg zelf eind juli vakantie. Elmar zit al in de vakantie. Ja. En dan is de kleine. Ja, wellicht tussendoor eentje of twee. Overigens, in de vakantie merk jij weinig van dat wij vakantie hebben. Want de winkel blijft gewoon open. Omdat we z'n drieën zijn, kunnen we gewoon om beurt met wat schuiven vakantie nemen. En blijft gewoon de postorder gewoon doorlopen, de winkel doorlopen. Maar het kan natuurlijk zijn dat daardoor een keer iets langer duurt, want er zijn momenten waarop er maar één iemand werkt in plaats van twee normaal. En dan kunnen we niet alles gelijk. Dus als je bestelling een keer een dag later komt, dat kan. Ja. Of dat je niet zo snel antwoord krijgt op je mail, want normaal binnen, als je, op werkdagen heb je normaal binnen een uur heb je misschien wel antwoord op je mail. Dat kan dan langer duren, want als we klanten helpen in de winkel, kunnen we niet ook nog tegelijkertijd de mail beantwoorden. Maar half augustus, even zeg ik eind augustus, zijn alle vakanties voorbij. En dan moeten we allemaal weer gewoon gaan draaien zoals voorheen. Zijn we nog iets vergeten? Nee, dat niet. Nee, lezingen staan nog niet op het programma. Die zijn wel in de planning, maar die staan nog niet, zijn er nog niet. Ja, hou de website in de gaten, de webshop. We zeggen het al vaker, want er komt zoveel nieuw spul uit. We hebben gisteren gekeken, er liggen nog 16 producten klaar. Nou, staat er een bodem met wat allemaal naar binnen moet ook komen. Ook maar liggen 16 producten liggen nu nog klaar die we online moeten zetten, waar veel vaker video's bij moeten, foto's bij moeten, tekst bij moeten, noem maar op. En er is nog meer onderweg. Zoals we dat vaker zeggen, maar het is echt gewoon zo. Kijk, we hebben natuurlijk de reguliere items, zoals ik noem het zo'n meldkaart, dat komt binnen. Dat is een hot item, gaat meteen online. Maar een item zoals zo'n houten kistje, wat we voorheen niet hadden, wat andere winkels vaak ook niet hebben. Als dat 3 weken staat voordat het tijd krijgt om online te plaatsen, is dat niet erg. En als het online staat, is het natuurlijk fijn dat er afmetingen bij staan. Dan krijg je een telefoontje. Ja. Hoe groot is die? Pas dit erin? Pas dat erin? Hoeveel weegt dat ding? Dus het is altijd wel fijn als je genoeg info erbij kan geven. Ja, en dat is wel waarom we op ons gemak eigenlijk al die dingen één voor één online plaatsen met zoveel mogelijk informatie erbij. Goede instructievideo erbij, dat je in ieder geval ook weet hoe het werkt. Want vaak zit er geen dingetjes bij. En dat is het geval. Dus,
Bij deze kunnen we zeggen, alvast namens ons allemaal, een fijne vakantie. Ja, of welkom in de winkel. Ja, kom gerust langs. We hebben spullen genoeg. De grootste gokwinkel van Europa. Met de meeste spullen. Ook over meer dan 4.500 spullen, artikelen op voorraad. Plus die 16 nog die eronder staan. Plus de 16, precies. En de rest hier nog gekomen. Dus je bent altijd welkom. Als je vragen hebt, mailen, bellen. Facebook Messenger kan ook allemaal. Ik zeg in ieder geval tot de volgende keer. Doei doei. Tot de volgende. Hoi hoi.